allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Nee, ik ben niet naakt jongens. Ik heb een bikini aan, maar de bandjes zijn naar beneden, dus vandaar. Ik heb vandaag zangles gehad, een keertje op maandag in plaats van op vrijdag. En ik ben nu weer lekker thuis, het is nu 4:15. Ik ben net even naar de Action geweest, heb ik dingetjes gekocht. Zal ik zo heel even laten zien. Zal ik dat nu gewoon doen? Ik ga dat nu gewoon doen. Let's go. Ik heb als eerste deze mandjes gekocht. En dit heb ik eigenlijk gekocht voor mijn bullet journal spulletjes. Want ik heb het nu echt in één bak zitten. En dat werkt gewoon niet zo lekker. Dan heb ik gummen gekocht. Nog leuke washi tape. Even kijken hoe duur dat was. De washi tape was 80 cent. De mandenset was 2 euro. De gummen waren 50 cent. Dan heb ik nieuwe wattenschijfjes gehaald. Ook altijd handig. Die waren 48 cent. Dan heb ik dit superleuke stickervel gekocht. Ik vond deze plaatjes allemaal gewoon echt heel erg leuk. Voor in mijn bullet journal. Deze stickers waren 90 cent. Dan heb ik nog plakgum gekocht. Want dat had ik nodig. Plakgum was 70 cent. Dan heb ik nog deze clear stamps gekocht. Met een acrylblok erbij. Eigenlijk heb ik alleen maar voor het acrylblok gedaan. Want die had ik nodig. En ik vond de fiets ook wel heel erg leuk. En deze was 1,50 euro. En dan als laatste heb ik nog nieuwe potloden gekocht. En deze potloden, die waren 67 cent. Maar goed, ik ga nog eventjes lekker van het zonnetje genieten. Nu die er nog is in onze tuin. Want aan het eind van de dag gaat de zon een beetje weg bij ons. Maar er is nog een streep zon, dus ik ga daar even lekker in liggen. Morning, oh my god, jezus. Oeh, die had ik niet zien aankomen. Dit is de eerste keer dat ik praat. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en ja, weer een nieuwe dag. Ik blijf vandaag de hele dag lekker thuis. En ik ga natuurlijk lekker genieten van de zon, want het wordt vandaag echt, nou, bijna 30 graden geloof ik. Dus ik ga lekker in mijn tuin zitten, liggen, zonnen, eten, leren, van alles eigenlijk. Dus dat is helemaal chill en ja, daar heb ik echt lekker veel zin in, eigenlijk wel. Er is net een pakketje binnengekomen. En ik zeg niet nu een pakketje, maar eigenlijk is het een pakket. Want hier staat hij. Ongeveer net zo groot als ik. Nee hoor, wel iets kleiner. Maar ik heb een nieuw matras. En die heb ik ontvangen, dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Ik heb er niet voor betaald. Die heb ik gekregen van Eve Sleep. Om met jullie te delen. En ja, ik ben super benieuwd. Hij staat nu hier, maar ik ga hem nu nooit naar boven krijgen. En ik ga dat gewoon even vanavond met mijn moeder doen, denk ik. Maar ik ben zo benieuwd. Dus ja, nieuw matras. Dat is altijd een beetje spannend, want je moet altijd maar afwachten of je hem lekker vindt liggen. Oké, dit is echt mega random, maar ik ga dus morgen onverwachts opeens naar Texel een nachtje. Een collega van mijn moeder vroeg of mijn moeder dat wilde. En ze zei van ja, nee, Pamela, hou maar gewoon lekker mee. Dus nu ga ik morgen opeens naar Texel een nachtje slapen en vet random, maar wel leuk, want ja, anders zit ik ook maar de hele tijd binnen, hè. En ik ben eigenlijk nog nooit op Texel geweest. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb al op Instagram aan jullie gevraagd of jullie leuke tips hebben. En ik heb echt wel veel dingetjes doorgekregen, dus nou ja, ik ga maar één dagje, dus ik kan vast niet alles doen. Maar wel altijd handig om zo wat dingetjes te hebben. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en wij zijn nu aan het wachten op de boot naar Texel. Dus we zijn aan het wachten op de boot. Die is net weggegaan. We hebben hem net gemist. Helemaal kut. Maar eventjes, hoe verschrikkelijk zou het zijn als je op Texel woont en je elke keer op die scheidboot moet wachten. Ja, mij lijkt het echt ongelooflijk vervelend. Maar goed. Ik ben benieuwd wat ik vandaag allemaal ga beleven op Texel. Ik ben er nog nooit geweest, dus. Waar zijn we nu, man? Op de schapenboerderij? Ja, op de schapenboerderij. Met varkens. Met varkens. Oké, komt-ie. Schattig dit. Dat geluid. Het is toch net Timmy. Ik ga helemaal stuk. Ik durf ze alleen niet te aaien. Mag dat wel? Natuurlijk mag je ze aaien. Hier mag alle. Oh. Deze zijn echt zacht, hoor. Oh, sorry, deze wordt de mijne. Ja? Jij hebt zwarte schapen? Ja, ik ben een zwarte schapen. Hé, hey, maar even for real. Is dit echt niet zwanger? Het is echt dik. Ja.
Nou, we gaan weer weg hoor hier, maar het was echt helemaal leuk. Ik heb er helemaal van genoten. Vonden jullie het ook leuk? Enig. Jullie zijn helemaal niet zo positief als ik. Nee, we hebben het ook voor jou gedaan. Nou, ik vond het leuk, die lammetjes. Nou, oké. Dan niet. We hebben geen boventanden. Nee. Nee, dat hebben we geleerd. Schapen hebben geen boventanden. Alleen onder. Alleen ondertanden. Ondervoortanden. Ach, wat een oude wijf, hè? Lekkere spelletjesavond. Leuk, hè? Super. Goedemorgen. Wij hebben super goed geslapen hier. Echt, echt. Dan begin ik te vloggen en dan komt zij binnen. Sorry, jeetje. Ongelooflijk. Maar we gaan vandaag naar de zeehondjes. Gaan jullie nog springen? Misschien. Goedemorgen, het is vandaag... Welke dag is het vandaag? Vrijdag. Het is vandaag vrijdag en sorry dat ik gisteren niks meer had gevlogd. Ik ben naar huis gegaan vanuit Texel en toen heb ik eigenlijk lekker in mijn bed gelegen en gechilled en dingen op de laptop afgerond en dat soort dingetjes. Vandaag, ik voel me een beetje kut. Ik ben een heel klein beetje verkouden aan het worden. Of nou, ik ben gewoon verkouden aan het worden. Ik hoest en ik heb, hoor je misschien ook wel een beetje... veel snot in mijn neus. Maar het komt gewoon niet zo goed uit. Want ik heb over 2,5 week auditie. En ik maak me nu best wel een beetje druk. Dat ik nog zieker ga worden. Dus ik ga echt aankomende 2 weken rustig aandoen. Ik ga vanavond wel naar Amsterdam. Ik ga wel gewoon weer op tijd naar huis. Ik zou eerst echt uitgaan. Maar ik heb nu toch besloten om dat niet te doen. Omdat ik natuurlijk ook gewoon een beetje ziek aan het worden ben. Maar goed, ik baal hier best wel van. Maar ja, ik ga gewoon rustig aandoen deze 2 weken. En dan moet het als het goed is vast wel goed komen. Heel veel stomen, heel veel gemberthee. En dan hoop ik dat het gewoon niet echt aan blijft houden. En dat het gewoon over een weekje weer over is. Ik wilde jullie even wat laten zien. Want ik heb gisteren namelijk een pakketje binnengekregen. Hier is hij. Het pakketje zat eerst nog een leuke strik omheen. Maar ik heb hem natuurlijk alweer opengemaakt. Want ik was te benieuwd. Ik heb namelijk een pakketje ontvangen van het merk... Second Female. Ik had hier een tijdje geleden dat ik een mail van hun gehad of ik wat kleding wilde uitkiezen. En dat wilde ik. Het zag allemaal heel leuk uit. En nu heb ik dus wat dingetjes binnengekregen. En het is echt ontzettend leuk. Ik heb het gisteravond al gepast. Maar ik zal het nu ook allemaal even aantrekken voor jullie. Want het is misschien wel leuk om te zien. Oké, de eerste outfit is dit pak. En ik vond deze zo super leuk toen ik hem op de site zag. En... ja, hij is gewoon echt heel chill. Hij heeft een beetje wijde pijpen bij de broek. En dit is gewoon een blouseje. En de kwaliteit voelt super goed aan. Het zit echt super chill. Ja, het is gewoon echt een heel fijn stofje. En het is dus een blouseje en een broek los van elkaar. Het is dus gewoon, je kan het ook los van elkaar dragen. Maar je kan het ook als pak dragen. En ja, ik vind het persoonlijk als pak wel echt super leuk. Ik hou er wel van. Maar het is wel heel veel bloemetjes. Dus... je moet er denk ik wel van houden, maar ik vind het wel echt heel erg tof. Dus ja, hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik vind de broek op zich ook echt al super leuk. En ik weet zeker dat ik dit echt super leuk kan combineren met gewoon met zomerse topjes en zo. Dus ik ben echt super blij met deze outfit. En dan is dit de tweede outfit, dit t-shirt en dit broekje. En ik ben vooral echt heel erg fan van dit broekje. Ik vind de pasvorm gewoon echt super chill. Er zitten ook zakken in, dat is ook altijd fijn. Maar het is ook echt weer voor het eerst in tijden dat ik een broekje aan heb die gewoon niet op zo'n bizar korte lengte is. Dit is gewoon echt een hele fijne lengte. Het voelt gewoon heel comfortabel voor in de zomer. En ja, ik ben hier gewoon echt fan van. Want normaal, als ik dit soort broekjes koop, zijn ze altijd zo ontzettend kort. En dat is echt wel chill voor op vakantie. Maar als je gewoon in de stad loopt en zo, vind ik het gewoon niet zo heel erg chill om van die korte dingen aan te hebben. Dus ja, dit is wel echt een hele fijne lengte, zeg maar. En het zit super lekker, het is super zacht. Dus ja, ik ben echt zo blij met dit broekje. En ik vind dit topje ook zo super leuk. Ik weet niet, ik hou sowieso heel erg van geel. Ik ben echt een beetje obsessed de laatste tijd met de kleur geel.
Dus ja, ik vind dit wel echt heel erg leuk. En dan als allerlaatste heb ik ook nog dit rokje gekregen van ze. En hier ben ik ook echt obses mee. Ik vind hem zo leuk. Hij zit zeg maar redelijk strak, zoals je hier ziet. En dan loopt het hier onderuit. Maar ook deze weer. Het is gewoon zo'n chille lengte. Het is niet te kort. Je bent niet de hele tijd zo van, oh, als mijn rokje maar niet omhoog vliegt. En als iedereen er maar niet onder kan kijken. En als ik ga zitten, dat mijn rokje gelijk optrekt. Deze is gewoon echt, gewoon again, gewoon zo chill qua lengte en zo. Dus ik ben hier echt zo fan van. Dat waren dus alle items wat ik heb gekregen. Ik ben er echt heel erg blij mee, zoals ik al zei. En dat is echt gewoon oprecht hoor, want ik kende dit merk nog niet en ik heb dus nu wat dingetjes opgestuurd gekregen, maar ik vind het oprecht zo leuk. Echt, ik ben er echt heel erg blij mee en ik weet zeker dat ik dit allemaal echt vaak ga dragen, dus dat is heel erg fijn. En ja, ik denk dat ik zo even lekker in de tuin ga zitten, want het zonnetje schijnt, dus daar moet je natuurlijk altijd gebruik van maken. Dus ja, ik heb vandaag dus heerlijk hier gezeten de hele dag. En binnen en daar en overal. En ja, ik heb best wel veel af kunnen maken. Dus dat is echt heel chill. En nu ga ik naar binnen, want ik heb het koud. Ik ben echt zo ontzettend moe. Of tenminste niet echt moe, maar ik voel gewoon dat ik me niet echt heel lekker voel. Maar het gaat wel hoor. Ik weet ook zeker dat het gewoon weer overgaat. Maar het is wel even vervelend. Dat is één ding wat zeker is. Maar goed, ik heb vandaag best wel veel kunnen doen achter de laptop. Allemaal dingetjes afgemaakt. Dus dat is heel fijn. Vanavond dus even naar Amsterdam. Maar ik ga echt gewoon echt op tijd weer naar huis. Ik ben natuurlijk sowieso wel laat thuis vanavond dus. Maar ik ben wel echt van plan om op tijd weer naar huis te gaan. En ook niks te drinken. Want nee, dat vind ik nu gewoon niet heel erg... lijkt me niet heel handig als ik dat nu ga doen. Dus ik ga gewoon even gezellig doen en dan ga ik weer naar huis. Maar ik ga me nu eventjes klaarmaken, want ik ga dus straks naar Amsterdam. En dit kan natuurlijk niet. Ik moet er natuurlijk wel een beetje representatief uitzien, want hier word je natuurlijk niet gelukkig van. De meid is weer representatief. We kunnen de avond weer aan en daar ga ik zeker gebruik van maken. Dus ik zie jullie morgen weer. Good morning. Het is vandaag zaterdag en ik ben gisteravond best wel op tijd weer teruggekomen van het uitgaan. Het was wel echt heel erg leuk en ik vond het eigenlijk wel heel jammer dat ik niet gewoon kon blijven, maar... Het is echt beter dat ik naar huis ben gegaan, want ik ben nu ook echt back off. Dus als ik nog langer was gebleven, dan was het ook echt... Nee, was niet goed geweest. Maar goed, ik heb dus vandaag weer een pakketje binnengekregen van Shein. Jullie weten dat ik daar maandelijks wel pakketjes van krijg. Of twee keer per maand ongeveer. En ik heb weer twee leuke setjes ontvangen. Dus ik ga het even laten zien. Als eerste dit pakje. Deze broek met het topje. En ik vind het echt... Eigenlijk wel echt heel erg leuk. Ik denk dat ik het niet zo snel gewoon zou dragen. Misschien die broek op zich wel. Maar ik vind het meer echt een vakantieoutfit. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Het is wel echt een lekker vakantieoutfitje wel. Dit is het tweede pakje. En ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het op zich wel cute. Maar ik vind het stofje gewoon een beetje gek of zo. Ik weet niet. Ik heb een beetje het idee dat het een beetje goedkoop oogt ook. Maar... I don't know, de broekje vind ik wel super leuk. Die vind ik echt heel erg leuk. Die ga ik sowieso echt veel dragen. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik van het topje vind. Ik vind het wel schattig. Ik ben er niet zo, nog niet echt over uit wat ik er nou van vind. Maar ik vind het broekje wel heel leuk. Dus die ga ik sowieso wel dragen. Die vind ik echt heel erg leuk. Mijn broertje is in zijn verjaardag aan het vieren. En ik ga zo meteen naar Amsterdam. Want ik ga vanavond naar My Fair Lady. En... Ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar die voorstelling. Dus dat ga ik straks iets doen. En ja, we zijn helemaal buiten adem. Want we hebben dit ding van 25 kilo naar boven getild. Maar we gaan hem nu op mijn bed leggen. Ik ben echt zeer benieuwd. Oh, dit ligt lekker. Wacht, we nog maar even met opmaken. I'm happy.